denk ik. Anna, welkom. Ja, je mag gewoon doorlopen hoor, maar je hoeft niet te wachten. Je staat daar heel netjes achter ons te wachten, maar je mag gewoon doorlopen. Jouw coach die gaf net aan van Anna die heeft in de thuisstrijd heel lang tegen Fleur ontzettend goed staan verdedigen. Ja. En we hadden er eigenlijk heel erg lang vertrouwen in dat vandaag ook goed zou komen. Maar ja. Fleur was vandaag niet te houden, hè? Nee, ze was vandaag echt heel goed. Complimenten ook naar haar. En ik begon wat voorzichtiger. Ja. En daar maakte ze meteen gewoon de goals. En uiteindelijk ging het wel een stuk beter, hield ik wat langer dicht. Maar ja, ze heeft natuurlijk wel veel klasse, dus dan gooit ze hem er gewoon in. Hoe bedoel je voorzichtig? Je begon voorzichtig, wat bedoel je daar precies mee? Nou, iets meer aftasten. Dus het begin van de wedstrijd kijk ik altijd even aan hoe het gaat. Mm-hmm. En ik begon iets te voorzichtig, waardoor ze eigenlijk meteen er lekker in komt. En als ik er meteen bot bovenop zit, dan zou het ook heel anders uit kunnen pakken. Ja. Maar dat deed ze goed. Ja, verdedigen is natuurlijk ook aanvallen eigenlijk. Wat ik bedoel te zeggen is, het andere vak ging heel moeizaam en daardoor kwamen jullie ook heel erg onder druk te staan. Ja, klopt. Als zij iets sneller een goal maken, dan wordt het voor jou natuurlijk ook makkelijker. Ja, dat scheelt ook wel. Ze kregen nu natuurlijk ook veel kansen, ze konden veel herhalen. Precies. En ja, op een gegeven moment, heel stom gezegd, weet je dat hij gaat vallen. Ja. En dan valt hij ook op hele rottige momenten voor ons dan. Jullie hebben de tweede helft, hadden jullie het wel echt heel erg zwaar, hè? Ja. Of in een fase, wat als jullie van 6 nog terugkomen naar 4 of 3. Dan ja, we kwamen nog op 3. Drie, precies. Ja. Maar eigenlijk hebben jullie heel de tweede helft erachteraan gelopen. Ja, klopt. En we hadden gewoon heel veel kansen. En dat was denk ik ook een beetje het probleem. Het rendement was gewoon veel te laag. Dus je creëerde kansen wel. En elke keer denk je, hij gaat vallen. Maar hij viel maar niet. En daardoor konden zij Fortuna elke keer weer aanvallen. En ja, kwam je uiteindelijk weer op 4. En dat was denk ik wel een beetje het kantelpunt van de wedstrijd ook. Ja. Toen liepen zij uit en dan lukt alles. Ja, hoe pijnlijk is het nu voor jullie dat jullie deze vandaag verliezen? Onderling ben je nu ook de mindere. Ja, pijnlijk. Verlies blijft natuurlijk altijd pijnlijk. Ik denk dat gezien de stand bedoel ik dan, hè? Ja. Nou ja, weet je, wij bekijken het gewoon wedstrijd voor wedstrijd. En volgende week PKC, dan hebben we nog uit mijn hoofd groen-geel en blauw-wit. Ja, dus we moeten denk ik gewoon nog wel 4 punten pakken. Om zeker te zijn van een play-off ticket. Dus we bekijken het gewoon week per week en blijven er gewoon heel nuchter onder. Ja, dit kan ook een keer gebeuren. Ja. Eigenlijk wel. Toch? Liever niet, maar... Maar het hoort er gewoon bij. Ja, het hoort ook bij de sport. Ja, zeker. Ja. Hoe is het voor jou zelf? Want ik wil... Er is heel veel over jou gezegd, zo rondom de kerstdagen. Dat heel veel mensen die vonden het een beetje belachelijk dat jij niet bij het Tulip zat. Ja, sorry Jennifer, maar... Nee, mag je zeggen. Nee, maar dat was toch ook zo. Mensen die vonden het raar. Maar hoe heb jij dat ervaren? Want dat is voor mij nog nooit aan je gevraagd. Want het is altijd over jou gegaan. Nee. Maar je hebt er zelf nooit op gereageerd of nooit op hoeven te reageren. Want het is nog nooit aan je gevraagd. Nee, ja, weet je wat het is? Het gaat er mij gewoon om dat ik lekker mijn wedstrijden speel. Dat ik me goed ontwikkel. En ik ben nu wel een stijgende lijn aan het inzetten. En waar het uiteindelijk eindigt, ja, ik hoop natuurlijk wel dat ik uiteindelijk... Je spot toch een hartstikke goed seizoen? Ja, tuurlijk. Maar het kan altijd beter. En daar zet ik gewoon op in. Tuurlijk. En het ligt volledig bij jezelf. En op een gegeven moment kunnen mensen wel of niet meer om je heen. En dan heb je het zelf in hand. Maar heb je die discussie als vervelend ervaren of juist als een compliment? Nee, ik zie het wel als een compliment hoor. En ik blijf gewoon doorgaan. Gewoon nuchter en we zien het wel. Ja. Nou, dat vind ik een goede reactie. Ja. Heel goed, ja zeker. Toch? Ja, dat moet toch wel? Ja, nee, natuurlijk. Maar je kan het ook denken van, er wordt de hele tijd iets over me gezegd en dat vind ik vervelend. En dat je dan nog meer druk gaat ervaren, maar dat heeft ze dus niet. Nee. Op een positieve manier. Ja. Ja. Zo zou ik het ook ervaren. Ja, nou, prima. Hartstikke goed. Ja. Heel veel succes de rest van de competitie. Ja, succes komende week. Succes. Lekker C.